omhoog. Heen en weer, heen en weer. We zwaaien allemaal naar huis. Heen en weer, heen en weer. Hou die handen maar omhoog. Barger Compascuum, oftewel Stiekelstad, tijdens de Rozenmoontaakoptocht van vorig jaar. En dit is Stiekelstad vandaag. Afgelopen zaterdag was de optocht van het dorp zelf nog een groot succes. Maar de optocht van vandaag, waar ook wagens uit buitendorpen aan meedoen, kon door het weer niet doorgaan. De hoofdreden is de verzekeringskant. Het risico dat er wat gebeurt en dan ben je niet gedekt met code geel van de KNMI. En dus kan maandenlange voorbereiding de prullenbak in. We zijn er ongeveer 4 maanden mee bezig geweest. Vanaf september, oktober zit je in een schuur. Dan doe je uit, dat is de beste mooi karretje op de straat te kring. Ja, dan krijg je dit. Dit is de wagen van de Kanslozen. Een van de 60 praalwagens die mee zou doen. Ja, dus, vannacht door die dikke wind is die afgebroken hier vooraan. Ja, dat is wel verschrikkelijk loten. Ja. Ja, echt baan. Ja, maar ja, het is niet anders. En ook de wagen van de Vlierenfluiters is kapot. Nee, hij is vannacht in slaap gevallen. Dus ja, probleempje. Toch is er wel begrip voor het besluit om de optocht af te blazen. Nou, met dit weer was het wel riskant geweest hoor. Als de wind wat ging liggen, zijn we, hadden we het misschien gekund. Maar zoals nou met de windkast 6, 7, dat wordt gewoon niet. Het weer is er niet naar de veiligheid kunnen garanderen. Je weet niet wat voor weer je nog weer krijgt. Dus ja, maar lusten, veiligheid voor alles. Gaat deze editie van carnaval in Stiekelstad nu de boeken in als mislukt? Het grote feest gaat wel duren. Geen kater wat dat betreft? Nee, carnaval is positief en wij blijven ook positief. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer en dan met mooi weer.